Dames, heertjes, jongens, meisjes, vandaag ben ik hier met mijn grote vriend. Ja, ja. Hey, de vorige keer dat ik hier was, toen hadden we het over die Mido's Dik compilatie. Vond niet tof. Jawel, want we hebben het over gehad dat het daarmee afgelopen was, toch? Oh, de kous was af. Ja, ja, maar bij Rob ben ik nog steeds niet... Nee, Rob, je begon er laatst over ook. Hij doet het moeilijk. Onzekerheid. Onzekerheid. Maar in de comments werd jij gesteund. Echt? Ja, mensen zeiden die dikke jongen heeft gelijk. Ja, maar dat zeg ik niet, hè? Dit heb je van tevoren al. Nee, helemaal niet. Hallo, die grap maken. Nee, maar ik dacht, Milo, leuk als je een keer meedoet met mij met een quiz. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Ja. Dus ik heb een quiz laten maken en ik heb gezegd van, doe maar iets wat bij ons past. En toen zei iemand, nou, ik heb iets wat past bij Milo, want Milo die houdt van wel lekker eten. Maar dat is helemaal niet erg. Ik hou van eten, ja. Als je veel gymt, dan ben je natuurlijk ook... Maar waarom zou je niet lekker eten, maar vies eten? Ja, dat staat nergens op. Maar met name vet. Je moet vooral lekker vettig zijn. We zijn hier dus nu met de grote calorieënquiz. Die vorige video van ons samen had echt super veel views. Dus ja, ik kon je eigenlijk niet meer betalen. Ja, omdat je hartstikke duur bent, want jij zei, ik krijg toch al betaald? Ja, tuurlijk, maar dat komt natuurlijk niet tot onze vrienden van Matchmaster. Oh, die vrienden van Matchmaster, weet je dus? Dat ik dit spel echt heel veel speel. Ja, nou, we hebben net even gespeeld. Dat was een heerlijk spelletje. Het is echt een leuk spel. Doe even een potje. Ja, we gaan een potje doen. Oh, doe even een potje, ik ben wel bij. Gaan we dan daarna die quiz wel doen, of doen we gewoon de hele dag? We gaan alleen. Ik wil best eigenlijk dan Matchmaster spelen. Even voor de duidelijkheid mensen, Matchmaster is een fantastisch spel. En niet zomaar, nee, omdat je zoveel poppies hebt eruit gekozen. Jij bent toevallig het varken. Oh, ben ik dit? Ja, jij bent toevallig het varken. Die respectlab. Ja. Mijn favoriete gamer is de 1 tegen 1. Die we straks ook tegen elkaar kunnen doen, want het is net een soort potje schaken. Die is episch. Ja, het is episch, omdat je, en met name ook als je naast elkaar zit, kan je elkaar ook een beetje aan de tent lokken. Ja, tuurlijk. Jij probeert geen varken meer te zijn. Ja, maar dat lukt niet. In ieder geval, Milo, dan gaat hij mij komen slaan, dus daar gaan we straks achter komen. Ik weet het zeker. En vergeet niet mensen, strategie is bij het spel misschien wel het allerbelangrijkste. Je kan meteen gaan voor een soort van, dat je denkt van, oh, kan er 4 op een rij krijgen, dat moet ik pakken. Maar misschien kan je wel eentje pakken dat je nu 3 pakt en daarna 5. Tuurlijk, je moet nadenken. Vergeet dat niet, hè. Strategie. Oké, laten wij een potje gaan spelen. Ik ga even een hele goede booster inzetten. Nee, niet. Wel eerlijk spelen. Geen booster inzetten. Ik heb dat niet. Jij hebt ook een booster. Helemaal niet. Hoppakee, zie je mij? Ja. Kijk eens. Dat is mijn. Ik ben. We mogen beginnen ook. Wat zijn die dingen? Oh, wat zijn er voor oranje dingen? Die ga ik even gelijk pakken. Funky! Hoe makkelijk wil je beginnen? Nee, waarom ben jij fuck? Ik ben tenminste een vette krokodil. Ik ga gewoon even. Zit gewoon mij geen. Oh. Kijk eens. Huppa. Funky me! Hey Milo, ik sta inmiddels wel 17 punten voor. Ik denk meld het even. Funky me! Jij kan dat ding in zetten, ja, tuurlijk doe ik dat. Ja, ik ben niet achterlijk. Wat zit erin dan? Dat is die doos. Die gaat schieten. Geen funky. Oh, ze ligt daar een dubbele funky. Kijk. Funky! Oh! 11 punten, dat is niks. Boom, funky baby. Full. Activate, komt ie. Ja hoor. Alle groene worden geel. Dit is een Dit staat echt hersen, man. Oh, even kijken wie er gewonnen heeft. Oh ja, dat ben ik. Dus als jij nou zit te denken, ik wil dit spel ook spelen, dat kan. Via de link in mijn beschrijving kan je Matchmasters downloaden. En dan krijg je een fantastisch starterpakket. Ja, dat is een goed spel. Als je op de link in mijn beschrijving klikt of de QR-code hier scant, dan krijg je de Piñata Package. En daar zitten in coins, jongen. En een zieke Komt hier nu mee? Outfit en booster. Had ik het van tevoren verteld? Had ik een boostertje kunnen krijgen? Download het dus nu. Oké, de grote calorieënquiz. Ronde 1, de warming-up. Poeh, hoeveel calorieën zitten er in de volgende product? Ik wil vast even voor we beginnen met deze quiz. Iets zeggen. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven op de verpakking naar calorieën gekeken. Nee? Ik zou het niet zeggen. Maar meer, ik heb helemaal geen idee wat bij iets hoort. Maar je weet wel, in een Big Mac bijvoorbeeld, wat denk je ongeveer? 500. Ja, voor mij is het wel zoiets, dat klopt wel. Ja. Hoeveel calorieën zitten er in een donut? Een lekkere glazed donut. Oh, een geglaceerde suikerdonut. Het is wel lekker dit. Zo groot. Het is zo'n donut, oké. Dit weet ik. En dit is even de weinige keer de donut categorie, dat is mijn categorie. Ik denk dat dit op niks toch rustig dit zit, hoor. 400 calorieën. 400? Ja. Je hebt niet goed. 220. 220? Oh, ik denk dat het niet zoveel is. Papa! Joejoe! Ja. Nou, dat is een puntje voor mij, hè? Ik ben hier echt goed in. Hoeveel calorieën zitten er in een komkommer? Kan nooit veel zijn. Kan het kassieren niet veel zijn. Ik weet het. Ik heb 40 calorieën. 40? Ga dan bij elk antwoord doen. Zo weinig? Het is alleen maar water, man. 45. Hoppa! Ja. 7 calorieën vanaf, dat zie je niet vaak. Wie zit je dik aan doen? 2-0. Dat is een hele rare flat. Dit geluid doet me dus denken aan toen ik op zo'n bed lag en jouw moeder aan het was. Volgende vraag. Hoeveel calorieën zitten er in 1 liter cola? Liter is echt veel, hè? 1 liter cola. Dit is pittig. Ook zoet vooral. Mooi. Ik denk dat daar misschien toch wel dit in zit, hoor. Ik heb 450 calorieën. Ik denk misschien wel 700 zelfs. 700? Ja, maar dat gevoel heb ik ineens. Boom! Hoeveel calorieën zitten in Dr. Utker pizza? Dr. Utker. Wat denk jij? Ik ga het niet zeggen. Ja, ik dacht misschien zeg je het wel. Maar het is dus wel specifiek deze Big American Crispy Outside Soft Inside Texas. Vind je die lekker? Ik heb dus nog nooit op. Dat meen je niet.
860 calorieën. Oeh, ik denk minder, 600. Zo weinig? Ja, ja. Een enorme pizza. Het is een dikke Texas, ja, hè? Dat is heel veel. Boom. Jezus. Ja, als man moet je 2500 calorieën op een dag eten. Ik denk best veel. Voor het ontbijt. Boom. Dit zijn 6 roze koeken. Maar dit zijn er 3. 6 roze koeken. Maar zou zo'n koek veel zijn? Even denken. Ik heb 480. 380. Zo, en je had eens 280. Ja, dat is 280, ja. Het is... Ik was er al bang voor. Jezus! Dat is echt niet weinig hoor, maar ik zit wel het meest dichtbij. Ronde 2, menus. Oh, menu. Hoeveel calorieën zitten in de volgende menus? Het scholierenmenu. Een frikandelbroodje en een energy drink. Echt hele scary energy drink. Ik weet het al. Ik denk dat het wel meevalt hoor. 500 calorieën. Ik heb 450. Je zit er wel dichtbij, hè? Ik zit wel dichtbij, we zijn kenners. Ja. Jezus man. De energy weinig calorieën. Ja, dat had ik ongeveer in mijn hoofd, maar het frikandelbroodje is veel meer dan ik dacht. Ja, 500 calorieën van een frikandelbroodje. Maar Milo, het is ook, jij hebt echt geen flauw benul. Ja, je zat er 1000 naast. Ik heb 50 calorieën verschil met jou. Maar Milo, ik wil je meer behoeden van dat jij denkt dat je een pak roze koeken eet en denkt, oh, dat is maar 280 calorieën en ik mag er 1500 op een dag. Nee. En dan had het dan 1300 calorieën. Zo wake-up call. Ik heb nog bij geen één erboven gezeten. Nee. Een groot Big Mac menu. Nou, Big Mac hebben we net over gehad. Grote frietsaus, grote cola. Ja, ik zie het wel. Nou, ja. Ik zit er ook eens na te denken. Ik heb er echt wel veel zin in. Ik heb 1700 calorieën. Ja, ik denk dat in die frietsaus heel saus, hè, is echt een... Saus, lekker. Saus, ja. Is een killer. Saus, hè. Hoeveel heb jij? 1400. Nou, dan zal daar wel boven zijn. Nee! Oh, even. Ja. Daar ben je even, zeg. Godverdomme. Jij hebt niet al 100 calorieën, mijn oma. Echt zo. Jou. Volgende. Hoeveel calorieën zijn... Ja, het hippe Amsterdammer menu. Alsof ik dit weet. 1 avocado en 1 havermout cappuccino. Is easy. Dit is stiekem best veel, hoor. Dat denk ik ook, ja. Stiekem, hè, maar wel stiekem. Ik heb 420 calorieën. 375. Nee, ik wil dat weinig, man. Boom. Hoppa! Ook staat het ineens weer gelijk. Hoeveel calorieën zitten in een Milo menu? Een Heart Attack Grill Burger plus 2 grote King Plus Survivors 3 liter Fanta. Niet deze quiz gemaakt. 3 liter Fanta. Die barkie. 12.600 calorieën. 12.600. 11.200. Maar die Heart Attack was nogal 10.000. Ja, maar ik geloof nooit dat het andere 2600 bij elkaar is. Dat is 3 liter Fanta. Ja. Ik had dus nog eens zoveel. 20.000 calorieën. Ho! Wat staat hier? 3 liter water. Ho! Volgens mij is dat fout. Maar het zal Fanta zijn. Wat is die foto trouwens? Dat niet vandaan. Ik heb het nog nooit gezien. Wat de f*** is een foto? Hé hey Milo, dat betekent goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is voor mij, namelijk dat ik een puntje heb. Mm. Slecht nieuws voor jou, want ik heb een puntje. Volgende vraag. Kijk, dit is tof. Hoeveel calorieën zitten in het koemenu? 5 scoop proteïne en 2 proteïne reten. Het koemenu. Dit is zo, dit is... Ik weet niet eens wat proteïne is. Ik heb het al hoor. Ik heb het elke dag. 150. 1 gram proteïne is 4 calorieën. Dus en wat is zo'n scoopie? 30 gram. Dus ja, dat is mij ben ik kwijt. hij weet het weer precies. Ja, ik weet het niet. Volgende vraag, 103. Combinaties. Hoeveel calorieën zitten? Ik heb het gevoel dat dit wel over... Maar geen vreemde combinaties mag ik kopen. Dit is echt een hele vieze kapsalon. Dat zie je nu al. Dit is veel. 1120 calorieën. 1430. 1400? Waar zit dan zoveel in, denk je? Ik denk in die kapsalon misschien wel. Hoeveel in die kapsalon? 1250. Hoppa. 1250! Eén zo'n ding, vesties ding, dat weet je dan precies goed. Met die scoops, om die 50 calorieën, met 2 van die repen erbij. En dan een kapsalon, precies goed. Je moet specialist meer hebben in je leven. Hoeveel calorieën in deze combinatie? 5 appels, 3 McFlurries en 1 Subway broodje. Deze denk ik deze te weten hoor. Dit is echt heel veel. 2800 calorieën. Ik heb het niet goed. Ja jongen, die McFlurry jongen, er zit veel fucking veel in man. 2170. Hé hey, joh, gek. Mafkees. Jezus. Ja, weer in de buurt. Hoor. Jezus! Toch weer erg in de buurt. Appel, ik dacht wel 50 calorieën per appel. Die had ik, maar ja, de rest heb ik niet goed. Dus het boeit even. Ik wil je van harte feliciteren. Punt voor mij. Hoeveel calorieën is in deze combinatie? 1 fles wijn en 2 corona's. Deze heb ik zeker in mijn leven al een keer op. Ik ook. Deze combinatie. Ja, fles wijn kan ik heel moeilijk plaatsen. Ja, ik ook. De corona heb ik nog wel een idee. 860. 25. Ah, al die wijn drinken, de wijf is altijd dik. Yes. 740 calorieën in een flesje wijn. Anus, zeg. Ook dit heb ik wel eens gehad. Voor welke ben je meer voorstander? Jij bent mayo, mayo, ja. Man, hè? Ja. Ik vind ketchup echt niet zo lekker, man. Nee, ketchup neem ik ook niet zo vaak. Neem jij bij een tosti mayo? Ja. Dat vind ik echt smerig. Prima, mag je vinden. Het is mijn mening. En kaassoufflé? Mayo. Tube, ja. Tube zal niet weinig zijn. In saus zit echt fucking veel. Ik heb 3100 calorieën. Ik denk dat ik deze precies... 3100? Wat denk jij dat? Meer of minder? Veel minder, man. Ja? 3100. Ja, en hele fles mayo. 1510. Nee, jongen. Ik denk dat... 3100? Ik denk dat in die mayo zit 2100 calorieën, denk ik. Hier, huppa. Jezus. Huppa, ja. Perfect. En die mayo heb ik nog niet eens zo heel ver vandaan, maar met name die ketchup heb ik flink overschat. Hoeveel calorieën zitten in deze combinatie? Pak soep, soepstengels en iced tea green. Soepsteenegels.
Soepsteenegels. Die vind ik lekker altijd. Ze prikken wel een beetje. Soepsteenegels. Ice cream vind ik ook zo vies. Dit vind ik allemaal vies. Soep vind ik niet lekker. Ice cream vind ik niet lekker. Soepsteenegels vind ik niet lekker. Soepsteenegels. Gaan wel. Ik heb 850. Oeh, 700. Oeh, ik vind dat wel weinig voor jou. Ja, maar dat kan. Het is aan de lage kant. Boom. Soepstengels. Ja, brood, hè. Ja. Mila, weet je wat dat betekent? Nee. Dat ik een puntje krijg. Wacht even. Oh. Hier zetten ze ineens weer soepstengels. Die heb ik niet berekend. Ja, laatste ronde. Ja hoor. Hoeveel calorieën zitten in de volle producten uit de random eetwedstrijd? Oeh, dat vind ik wel een leuke... Die hebben we dus dicht bij ons gehad. Ja, die hebben we dicht bij ons gehad. Mooie foto. Zo maar die beer. Ik ga nu een hele wilde gok doen. Ik denk hier dat hier misschien wel 3800 calorieën zitten. Hou je bek. Ja. 3800 calorieën. Ik heb 2500. Ja. Hoppa. Puntje. Ja. Maar het zat echt vol daarna. Hoeveel calorieën zit er in één anchovy? Zo'n klein visje. Die jij zeg maar hier dan zeg maar uitkotst. 28 calorieën. 80. In één zo'n visje? Ja. Nou, het is vlezig. Het is vlezig. Ja, je hield een heel klein plusje tussen stond. Oh, ja. Het is goed mee. Vragen die ik fout heb, zijn allemaal net of anchovies, of proteïnescoepjes, of soep. Allemaal dingen die me helemaal niet in mijn leven passen. Klopt, maar je had het wel fout. Ja. Hoeveel calorieën zitten in de combinatie mais, stroopwafel en thee? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. 215. Oeh, ik heb 240. Oei. Ga jij weer missen, ik denk dat het meer is. Boom! Man. Komt die volgende. Hoeveel calorieën zit er in een glas? Dit is zo ranzig. Dit is echt ranzig, hè? Ja, jij stelt hier wel aan. Drink je tegenwoordig wel havermelk in je koffie? Het is niet te nassen. Ik zou even vertellen, havermelk staat onbekend dat er meer calorieën zit dan normale melk. Bescheiden, denk ik. 160. Oeh, 130. Je vindt 130 bescheiden? Dat is evenveel als een blik cola, hè? Een glas van die melk? Ja. Boom! Hoppa! Oh, hoeveel calorieën zit in deze portie zeebanket? Echt lekker trouwens, dat kan ik even genieten. Oeh, dat is... Ja. Ik vind die dingen zo gruwelijk lekker. Oeh, deze vind ik echt lastig. Ik vind hem pittig. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat hier zomaar 700 calorieën kunnen zitten. Ik heb 640. Eino! Tuurlijk. Bonusronde, shit. Deze vraag is het aantal punten dat de verliezer nu achter staat. Dit vind ik top. Zodat de persoon die nu achter staat op nog magische wijze kan winnen. Geweldig. Hoeveel wegen de bankjes bij elkaar opgeteld? Bron, zoveel mogelijk kilo's aankomen zonder regels. Oeh. Laat me nadenken. Oké, laat me even nadenken. Leetel. Hier zou het antwoord van mij de winst gaat opleveren. Begin jij maar. Ik denk dat wij bij elkaar 402 kilo wegen. Ik heb het uitgesplitst. Ik heb dus Rob 69 kilo, volgens mij. Ik 64 kilo. Roel 74 kilo. Ik dacht veel. 74? Ik denk 84 is voor mij. Nee, het is onder de 80. Matt 72 kilo. Ook dat ook meer hoor. Milo 195 kilo. Ja. Ik kom op 473 kilo. Ken ik het hoog? Nee! Ja hoor! Ja. Ben je afgevallen? Ja, ik ben afgevallen. Dat meen je niet! Ja. Milo, mag ik jou feliciteren? Tuurlijk! Bedankt. Hartelijk feliciteren. Bedankt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En voordat we weggaan, vergeet niet via de link in de beschrijving of de QR-code hier in beeld Matchmasters te downloaden. Nog één potje? Nee, we gaan wel één potje, maar eerst even zeggen, dan krijg je een piñata pack. Oh ja, als je die QR-code gebruikt of de link in de beschrijving, krijg je een piñata pack. Dan krijg je bijvoorbeeld nieuwe boosters. Bijvoorbeeld diegene die Koen tegen mij gebruikt zit, terwijl ik helemaal nog geen goede boost had, waardoor hij ineens 80 punten kreeg en ik met mijn booster maar 5. Bijvoorbeeld die krijg je dan. Dus het is echt de moeite waard om te proberen. En coins en je krijgt een zieke outfit. Dus mensen, download het. Milo, bedankt. Graag gedaan.